nadat ze van bij de start van haar nog prille carrière door insiders, collega's en media meteen werd gebombardeerd tot de Vlaamse belofte van de Nederlandse pop, legde Lisa Lewis het voorbije jaar een indrukwekkend parcours af. Haar debuutsingle Gouden Glimlach werd zowat grijs gedaaid door de Vlaamse radio's en stond een half jaar onafgebroken in de Vlaamse Ultratop 50. Lisa werd onlangs, naast gevestigde namen zoals Bart Herman, Christophe, Laura Lynn, Jovalli en Willy Sommers, gevraagd een nummer van Wiltura te bewerken voor het tributealbum rond diens 75e verjaardag. Haar sprankelende versie van Boven de Wolken is momenteel aan het uitgroeien tot een stevige hit. Ook werd Lisa Lewis bekroond met de trofee van Doorbraak bij Radio 2 Zomerhit. Wij laten de zangeres iedere dag een track van haar debuutalbum voorstellen. Laatste Adem is denk ik veruit een van de emotioneelste nummers op het album. Ook wel iets dat ik nodig vind. Ik vind het moet niet altijd roze geur en maneschijn en over de liefde gaan. Het gaat ook wel een beetje over de liefde, maar dan op een negatieve manier. Want het is eigenlijk een jong koppel dat heel veel dromen voor zich heeft. En dat toch waarvan een van de twee gaat sterven, we gaan het zeggen zoals het is. Het heeft ook een hele mooie tekst terug van Stefan. Maar het is zo'n bijzonder nummer. Het was ook zeer emotioneel om te brengen in de studio. Ook heel leuk dat bijvoorbeeld het management heeft gezegd, ja, maar Lisa, zou het wel lukken om dat te brengen? Dat ze niet er maar van uitgaan dat allemaal vanzelf gaat. En ik hoop echt dat het lied een steun kan zijn voor de mensen die dat hebben meegemaakt. Jammer genoeg. In magie deed geloven, dan kijk ik boos en huilend. Laat deze vlam nog niet doven. Ik vecht niet van jou, zeg. Ik geef je wat in mij zit. Wel, mijn overgrootmoeder heb ik verloren, denk ik, toen ik 12 was. En meestal, misschien sommigen hebben niet zo'n goede band met hun grootouders of overgrootouders. Maar ik had dat wel heel hard. Wij schollen juist 80 jaar. Zij was 1914, ik 1994. En wij woonden naast mijn grootouders. En mijn overgrootmoeder woonde eigenlijk achter ons. Dus dat was heel aangenaam. Ik ging daar altijd chipjes eten. Chipjes, ja. Niet zo goed voor de lijn, maar dat was heel leuk. Dat was een heel toffe vrouw, een heel pronte vrouw. En dat was toch wel zwaar. Ja, het is een ander gegeven natuurlijk dan Laatste Adem. Maar ik snap ook dat mensen die familieleden verliezen, dat nooit gemakkelijk is. Wij steunen jong talent maar al te graag. Het debuutalbum Sprong in de Thuiste van Lisa Lewis is nu te koop. Wat ons betreft is het album een absolute aanrader. Slaap, nee ik wil niet slapen. Ik zal je nooit verlaten. We blijven samen.